bent een bekende woordenaar, begrijp ik. Ja, ja, ja. Wat doet u dan? Ik had woensdag aan de markt aan de woensdags. Woensdag gaat u naar de markt? Ja. En wat gaat u hier doen? Bent u opzichter? Of, nee, praten. Met iedereen praten? Ja. Ze kennen u ook allemaal? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Allemaal. Hoe komt dat? Nee. Nou, omdat ik... Ik heb bij een hoop... werkplaats gewerkt. Bij Verrooy daartoe. En bij de Wilhelminaweg heb ik gewerkt. En bij de molen. Nou, daar werk ik bij de sluis, werk ik nou. En heeft u ook iets met de vakantieweek te maken? Woordense vakantieweek? Ook gedaan nog. En wat heeft u daar gedaan? Opruimen. Opruimen van? Van papier. Al een blikje en papier opruimen. Dat is wel een interessante. Ja, ik denk toch iets waar ik mensen blij mee kan maken. Dan zou ik toch denk ik voor een supermarkt gaan. Zodat ik het denk ik weg kan geven. Zoiets iets in die richting. Want zelf ben ik heel dankbaar en blij met wat ik heb. Dus, ja, je gaat niet naar een bijenkorf of naar een of andere dure. Nee. Dat denk ik leuk, niet. Wat ontzettend leuk. Nou ja, zoiets van de voedselbank. Ja, en dan zou ik het inderdaad misschien wel aan de voedselbank geven. Misschien wel. Met wie zou je een duet willen zingen? Poeh. Ja, de naam weet ik niet zo goed meer. Maar de Victoria de Caballero van Queen Barcelona. Die? Oh, met die opera's. Ja, met juist. Die opera's. Dat vind ik zo'n geweldig nummer met Freddie Mercury. Ja, 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 ja. En de opera Barcelona. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Maar ik kan niet zingen, dat weet jij. Mijn laatste optreden was nou niet bepaald. Hij zegt van, jongen, daar win je het Songfestival mee. Maar dat was wel leuk, absoluut, ja. En heb jij verder ook wat met Queen? Ja, absoluut. Ik vind dat geschitterende muziek. Ja, absoluut. Who Wants to Live Forever en We Are the Champions. En ja, weet je, we kunnen er ook niet omheen, hè? Als je de top 2000 erbij pakt. Hè? Nee, hij hoort er echt thuis. Hij hoort er echt thuis. Maar ja, en altijd nummer 1. En altijd nummer 1. Maar ik vind Hotel California vind ik ook een geweldig nummer natuurlijk. Toen maakten ze echt nog muziek, hè? Toen maakten ze echt nog muziek. Heerlijk, dit gesprek. Zo, dat weten wij nog wel, hè? Allemaal van vroeger. Weet je nog wel, oudje. Schitterend. Mijn werkzame leven, ik heb 38 jaar voor Plus Supermarkten gewerkt. Levensmiddelendistributie. Heel dynamisch, altijd spannend, elke dag weer. Het organiseren van vrachten, transporten, rekening houden met lokale verordeningen en dat soort zaken, et cetera. Nee, is leuk. Is hartstikke leuk. Ja. Heel lang gedaan. 38 jaar. Ja. Dat zei je al, sorry. En nu ben je gepensioneerd? Ik ben al 6,5 jaar loop ik thuis. Heerlijk. Het zwarte gat, het bestaat niet hoor. Nee. Wie zou je graag eens willen interviewen? Oei, dat is moeilijk. Oh, dat vind ik wel een erg leuke, toepasselijke. Ja, het is ook heel leuk. En Mark Rutte zou ik wel willen interviewen, denk ik. Wat zou u hem willen vragen? Heel veel. Onder andere van... zeker over de hypotheekaftrek. Ja? Daar zou ik hem heel graag over willen interviewen. He, van heel veel beloften en kom op, Mark, hou je beloften na, joh. We stemmen al jaren op de VVD en dan willen we zo houden. Ja. Nu zijn we bijna van de hypotheek af en dan moeten we straks belasting gaan betalen. Ja, dat is toch jammer? Ja, dat vind ik ook. Ben ik met u eens. Ja, toch? Ben ik helemaal met u eens. Ja, ik bedoel, we krijgen allebei... Heb je zo je best gedaan? Best gedaan om al af te betalen. Pensioen, je AOW, van genieten. We willen nog leuk op vakantie, andere leuke dingen doen. Ja. Wat is uw liefste wens voor iets te doen? Iets te doen? Ja, wat zou u willen doen? Veel voor andere mensen, nog steeds. Ik heb jaren in de zorg gewerkt, 25 jaar... Bij demonterende en daar ligt mijn hart.
daar ligt mijn hart nog steeds. Ja, ja. Ja. Maar als u iets daarbuiten wil doen, want u heeft heel veel gewerkt. Ja. En nu doet u dat nog eigenlijk een beetje? Nee, ik ben sinds 2,5 jaar gepensioneerd. Oké. Ja. Maar zou u op vakantie willen of ja, waar naartoe? Dat doen we al zoveel. Okay. We gaan 6 weken elk jaar naar Spanje. Ja. En weekenden af en toe is met de kinderen en kleinkinderen een hotelletje. En ook met man lief een weekje ergens naartoe. Dus ja, we genieten wel. We genieten echt. Ja, we genieten echt.